Alsof het hartje zomer was, de vrijheid kwam vol gas. Vanuit de stad hier Rappopan, daar schrok die mof wel van. Vruring stond er in de krant, sneeuwklokjes vlogen in de brand. De leugen had een grote bek, maar de touw hing om zijn nek. En vanaf de overkant klonk er in Twenteland: hier komen de Canadezen, hier komt de vrijheid aan. We staan hier om het monument dat hier al een aantal jaren ligt. En dat wij, waarvan wij vonden dat het eigenlijk niet meer monumentwaardig was. Het was een buksenheggetje dat kaal vervreten was. Er groeide meer onkruid dan bloemen omheen. Dus wij zeiden een paar jaar geleden, daar moet eigenlijk wat aan gebeuren. Nou, dan begin je met een plannetje en dat moet uitgewerkt worden. We zijn 2 jaar verder en het monument ligt klaar om onthuld te worden. En zij zaten in de kelder, maar er waren ook een aantal mensen die waren gevlucht. Die zaten daar op een afstand in de sloot. Maar dat vonden de Canadezen helemaal niet fijn, want die dachten dat het Duitsers waren. Dus die schoten. En de Duitsers van de andere kant, die dachten, er zit Canadezen. Ja, wie heeft een witte vlag bij je als je gaat schuilen? Niemand, denk ik. Maar toen waren een van die dames had nou een flinke witte onderbroek aan. En die was toch zo dapper om die uit te trekken en aan de stok te doen. Maar toen wilde schieten wel op. Nou, Antje, zullen we het eraf pakken? Ja? Oh ja, hij mag niet op de grond, hè? Nee, nog. Moet ik helpen? Ja, even denken, onder een boven, wat is er van? Zo. Zal ik hem aan Sjoerd geven? Of, ja, doe maar. Ja, ja, ja. Ja? Ik heb net samen met Antje het monument mogen onthullen. Ik vind dat het nu echt een heel erg mooi monument is geworden. Eigenlijk, we hebben er 2 jaar geleden over gesproken. Toen moest er geld ingezameld worden voor het monument. En toen heb ik nog gezegd, ja, ik wil als gemeente een bijdrage doen, maar we gaan dat niet alleen doen. Toen ben jij gaan verwerven. En je hebt veel bedrijven gevonden. Stichting Stadsgestel heeft bijgedragen, de Rabobank heeft bijgedragen, inwoners uit Adel hebben bijgedragen. En dat heeft ertoe geleid dat er nou een monument staat, wat echt heel erg mooi is. Morrison kwam naar Europa, ging nooit meer terug naar Canada.